eerste liedje wat we spelen heet Hold To Me. En staat allemaal, alles wat we spelen staat op de plaat Catching Currents. Happy Record Store Day, iedereen. De reden dat we hier zijn is dat mijn plaat, die al een tijdje uit is op cd, een jaartje ongeveer, nu uit is op vinyl. Hij staat daar, die mooie roze. We hebben twee edities en ze zijn alle twee heel erg mooi. Eentje is zwart en eentje is helemaal doorzichtig. Michel, jij bent mede-eigenaar van Mono's en jullie hebben vandaag de Record Store Day. Wat houdt het precies een beetje in? Record Store Day. Dat is een jaarlijks terugkerend evenement eigenlijk. Waarin eigenlijk heel veel independent platenzaken ingeschreven staan om eigenlijk ter promotie van de muziek allerlei bands in de winkel uit te nodigen of om optredentjes te organiseren. Puur ter promotie van platen en cd's die op Record Store Day ook uit worden gebracht door de diverse labels. De LP is helemaal aan het terugkomen, dat zien we. En zeker ook bij het jongere publiek, hè. Dus mensen van 16, 17 jaar oud, soms nog jonger eigenlijk, komen ook gewoon hier in Mono's om platen te kopen. Hartstikke leuk om te zien, die kennen dat ook wel nog van hun ouders of grootouders inmiddels. Leuk ook om te zeggen dat tieners gewoon ook weer gaan voor Queen, David Bowie, U2, de grote namen. Het is een bepaalde nostalgie. Als ik dan weer LP's zie staan van de Rolling Stones en denk ik van ooit, daar deed ik op mijn leven toen een moord voor. En nu verkopen jullie ze weer. Ja, zeker. En zowel nieuw als tweedehands. Hè. We hebben een zeer groot assortiment tweedehands vinyl. Uitermate perfecte conditie. We kijken alles naar. Er staat geen rotzooi. Looking like a queen, I said, please step into my dream. She said, it's not where I belong. And so I wrote another song for my love. She backed down, playing hard to get. I laid her crown upon my bed. She said, I'm sure we can't go wrong. You are my singer, I'm your song. You're my Jorik en Jeroen, we hebben net ontzettend genoten van jullie optreden. En dat is speciaal voor Record Store Day. Ja, dat klopt inderdaad. We hebben vandaag 3 optredens die we doen. Eentje in Haarlem, waar ik zelf woon. Eentje in Alkmaar en eentje hier in Heemskerk. En dat is toch wel heel bijzonder. Ook want we zijn hier in een splinternieuwe winkel eigenlijk. Die is pas, ik begreep, 6 weken open. En echt een hele mooie collectie. Ik ben nog niet toegekomen eraan om te gaan kijken. Maar ik zag al wel het een en ander staan. Dus dat ga ik zo meteen wel even doen. Ja, en het komt eigenlijk steeds meer terug, hè, begrijp ik. Ja, klopt. Je ziet het hier ook al. Het zijn eigenlijk bijna alleen maar LP's en de CD's een beetje aan het verdwijnen eigenlijk. En dat is denk ik niet erg, want je kunt online kun je streamen en clips kijken. En als je thuis echt iets moois wil hebben, wat mooier klinkt en beter is, ja, dan is zo'n LP-hoes en het LP-geluid natuurlijk veel mooier. Jullie hebben zelf een hernieuwde LP uitgebracht nu? Dat is een album wat we in 2011 uitbrachten. Jeroen en ik zaten samen in de band The Hype. Die band richten we op de middelbare school en daar hebben we 9 jaar mee gespeeld. 1 plaat gemaakt en die is toen alleen op cd verschenen, maar nooit op LP. En nu was er een label en die heeft toen gezegd van mogen wij jullie plaat uitbrengen op vinyl. En jullie treden nu op dit moment met z'n tweeën op en dat bevalt prima? Ja, dat is hartstikke leuk en dat hebben we wel vaker gedaan. En helemaal voor deze gelegenheid is het gewoon leuk dat we dat met z'n tweeën kunnen doen. Nou, het was vandaag een fantastische middag. Een hoop mensen die kwamen kijken, leuke beentjes die optraden en wij hebben genoten. En we wensen je enorm veel succes. Het was echt een geweldige dag en volgend jaar pakken we weer uit. Maar in de tussentijd staat er nog heel wat op poten om te gebeuren. Dus hou het in de gaten.
Gaan we zeker doen. Dankjewel.